De vlammen bij een zeer grote brand in IJsselstein sloegen zaterdagmiddag rond 5 uur uit het dak. En er was lange tijd sprake van een enorme rookontwikkeling. Voordat de brand aan de buitenkant te zien was, heeft het vuur uren gewoekerd tussen twee verdiepingen van sportschool Lucas. Zaterdagochtend en middag zijn brandweerlieden daarom binnen in het pand geweest om het vuur te blussen. Toen het daarvoor te gevaarlijk werd, zijn de brandweermensen naar buiten gegaan om het vuur aan de gang te laten gaan. Vanwege de hevige rookontwikkeling is door de hulpdiensten en gemeente gesproken over een evacuatie. Dat bleek achteraf niet nodig te zijn, maar bewoners die dat wel wilden waren welkom in de IJsselhal. De brandweer heeft meetploegen ingezet in de wijk. In de rook zijn wel giftige stoffen gemeten, maar die overschrijden niet de veiligheidsnormen. De meetploegen zijn de hele avond ter plaatse gebleven. Het vuur ontstond in een elektriciteitskast bij de sauna van het fitnesscentrum Lucas en is daarna tussen de vloer en het plafond gaan ontbranden. De recherche van Nieuwegein is vandaag met collega's uit de Gooi- en Vechtstreek aan het onderzoeken hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan en hoe het verloop is geweest. De schade aan het pand waar 14 bedrijven zijn gevestigd is enorm. Er wordt een schatting gemaakt van ruim een ton. Ook te plaatsen was de brandweer van Woerden, Kamerik, Benschop, Vianen, Houten, Lopik, Breukelen, IJsselstein, Maarsen en Oudewater. Voor nog meer 112 nieuws uit Woerden en omgeving, kijk je op 112woerden.nl. Volg ons ook op YouTube, Facebook en Twitter.